drie jaar geleden was er een P-magazine-wedstrijd. P-magazine op zoek naar zijn grappigste lezer. En dan heb ik daaraan deelgenomen en je moest je inzending inblikken op DVD. En ik heb daar sindsdien nooit meer van gehoord. Dus ik vermoed dat die wedstrijd een stille dood is gestorven door gebrek aan talent waarschijnlijk. Maar dan had ik toch al een setje van materiaal. En dan ja, heeft dat zeker een jaar geduurd vooraleer dat ik dat setje een keer kon brengen voor een live publiek. Toen is het begonnen. Hè. Ja, de eerste keer was dan voor een jonge vereniging, JCI Gent. En die hadden dan een lustrumviering in een vrij exclusieve locatie, Hotel Marriott in Gent. En dan twee weken op voorhand had een vrouw mij gevraagd van wat is eigenlijk uw grootste droom? En ik had er genoeg big siders uit om daarop te durven antwoorden, stand-up comedian worden. Als het dan toch gaat over luid op droom. En die zei oké, ja, JCI draait erom van jonge mensen kansen te geven. Dus kijk, wij hebben een gala diner. Je kunt je daar gerust uw stand-up comedy act brengen, 10 minuutjes of zo. En ik had nu wel niet genoeg gedronken om direct ja te zeggen. Dus je zegt, geef mij wat bedenktijd, ik laat je nog iets weten. En dan 2 dagen later heb ik gezegd, oké, ik zie dat wel zitten. En dat is dan mijn eerste keer geweest dat ik heb opgetreden voor 130 mensen. Ik had niet zoveel zelfvertrouwen om mij onmiddellijk te laten filmen, want iemand had dat aangeboden. Maar ik zeg, nee, laat maar zo. Want ja, dan heb je bewijsmateriaal dat je niet deugt, hè. Maar na dat optreden kreeg ik van verschillende onbekende mensen positieve feedback. En dan heb je de smaak te pakken, dan wil je te weten komen, ja, gaat dat nog eens lukken voor een ander publiek? En dan, ja, dan zijn we vertrokken geweest. He. Actualiteit volgen is een inspiratiebron voor humor, hè. De lange regeringsvorming of Dominique Strauss-Kahn die een Amerikaanse hotelmeid bepoedelt. Ja, er zijn veel zaken. Hè. Het feit dat kookboeken zo populair zijn, daar heb ik dan een associatie op gemaakt met hè, welke kookboeken met welke titels politieke partijen zouden kunnen op de markt brengen. Lachen met de ellende of de hongersnood in Afrika, lachen met aardbevingen, met waterellende, met pedofilie, met werklozen, met gehandicapten. Maar ik vind, dat moet kunnen, zoals een politieke spotprenttekenaar tegen de schenen moet kunnen schoppen van de goegemeente. Ik vind, dat is nu net het opzoeken van humor, het aftasten van grenzen, het flirten met grenzen. En dat is juist bevrijdend. Dus het is eigenlijk een taboe dat je daarmee lacht. En dat zorgt bij sommige mensen voor een ontlading. Maar bij andere mensen natuurlijk van ja, is het er niet over, is het niet te grof. Maar dat is een evenwichtsoefening, ik zou het bijna durven zeggen. Humor is dansen op een koord. En de kans bestaat altijd dat je naar beneden tuimelt en dat je een paar blauwe plekken oploopt. En uiteindelijk is het publiek natuurlijk de ultieme jury. Dus als keer op keer een meerderheid van het publiek ervan walgt, of ze zouden zelfs opstaan en de zaal verlaten, dan is misschien uw humor iets te grof. Dus het is natuurlijk niet de bedoeling dat je optreedt voor lege zalen, maar wat mij betreft vind ik wel dat je serieus politiek incorrect mocht zijn. Wat is er over, hè? Als ik bijvoorbeeld zeg dat de meeste Afrikaanse landen al 50 tot 60 jaar hun onafhankelijkheid hebben en dat ze nog steeds afhankelijk zijn van westerse centjes, dan kan ik eigenlijk zeggen, sta mij toe te concluderen dat de toekomst voor Afrika er maar zwart uitziet. Is dat dan racisme? En verder, ja, ik heb zo nog een grapje dat er misschien over is of dat flirt met de grenzen van het toelaatbare.
je kent de Stubru-actie van het glazen huis. Dat ik zo zeg, ja, persoonlijk vind ik dat nogal een doorzichtig concept. En een van die edities, dat ging er om geld in te zamelen, zodat zij kinder muskietennetten konden kopen. En dan verklaar ik in mijn act van, ja, die muskietennetten moeten hen helpen om zich te beschermen tegen muggen en muskieten. Ja, ik ben daar tegen, hè. Dus een continent dat al weet heeft van genocide, moet maar zien dat ze insecticide hebben ook. Is dat erover? Is dat smaakloos? Het is dat wat je bedoelt, hè? Welke grappen kunt je maken en welke niet? Ik vind dat een moeilijke vraag. Persoonlijk stoor ik mij daar weinig aan, omdat ik vind, ja, je moet wel politiek incorrect durven te zijn. Jodengrappen moeten voor mij ook kunnen. De vraag is alleen, ja, is het een grap? Dus het loutere chockeren is geen humor. Als in een zaal van 100 mensen niemand het grappig vindt, zal het gewoon chockeren zijn. En dat is dan geen stand-up comedy meer. Allee, om nog een voorbeeld te geven, dat ik zo zeg van, ja, Hitler had vele goede punten, maar in één ding was hij slecht in rekenen. Hij heeft zelfs het jodenvraagstuk maar gedeeltelijk kunnen oplossen. Is dat erover? Dat laat ik over aan de kijker. Je zou kunnen zeggen dat Hitler ook een podiumkunstenaar was. Want zonder zijn redenaarstalent had hij nooit de Duitse natie kunnen overtuigen om op hem te stemmen. En kijk, ze net nu krijgen we een Duitse herder in beeld. Hè. Alles komt op zijn pootjes terecht. Rustige Erpenmeren zie. We naderen bijna bejaardentehuis Avondson, dat een prominente plaats heeft in mijn act van 20 minuten. Dat klopt, hè. Bejaardentehuis Avondson is in bereik. Avondson, stil geluk, herfstdroom. Allemaal van die eufemistische benamingen, ik ben daar tegen. Als je wilt weten waarom, dan moet je komen kijken. Hè. Kijk, je kunt binnengaan in Avondson. De mensen zitten te wachten. De mensen waarmee ik lach, de bejaarden. Is het erover? Lachen met bejaarden, hoge leeftijd, incontinentie, de dood. Hier kunnen we al oversteken. Een geweldige boekenzaak, gespecialiseerd in militaire boeken, oorlogsboeken, De Krijger. Dat is eigenlijk ontstaan vanuit een fascinatie voor hoe dat een geciviliseerde natie, Duitsland, in de ban kon komen van zo'n volksredenaar Hitler. Het overrompelen van Europa en hoe dat natuurlijk ook de basis heeft gelegd, dus de Tweede Wereldoorlog en de overwinnaars daarvan, voor de Koude Oorlog. Het verscheuren van de wereld in twee blokken, het communistische blok, het kapitalistische blok. En dan naderhand heeft dat zich wel wat uitgebreid, dus eerst was dat nogal gefocust op de Europese oorlog. Maar dan werd dat interessant om ook zo te kijken, ja, wat heeft Japan gedaan? De mishandeling van vrouwen ook door Japanse soldaten. Dat sommige vrouwen werden ingeschakeld als troostmeisjes om de Japanse soldaten hun frustraties even te verlossen van hun frustraties. Of bijvoorbeeld hoe onmenselijk mensen kunnen zijn tegenover elkaar. De Holocaust, de medische experimenten, dokter Mengele. Ik vind dat natuurlijk ook interessant vanuit mijn antropologische studies. Hoe diep een mens kan zakken als er maar een bevel is, een hiërarchisch hogere persoon die een bevel geeft.
dat weinig mensen zich daar dan verder vragen bij stellen of hun geweten laten opspelen. Dat vind ik allemaal erg interessant. Nu ben ik eigenlijk bijna in de onmogelijkheid om deze boekenzaak te verlaten zonder een aankoop. Dat is voor mij een beetje moeilijk om te weerstaan aan al deze literatuur hier. Dat is leven in krieg. Ik heb geen idee zeg. Helaas is mijn Duits niet goed genoeg om aan deze turf te beginnen. Maar anders met veel plezier. Wel kijk ze. De keuze is gevallen. We zullen er maar eentje nemen. Het is maar 5 uur. We kunnen niet versukkelen. Het is allemaal 5 euro. Wel, soms kan dat zijn als een boek mindere kwaliteit heeft, dat dan wat goede koop is. Het is niet slecht, het is weer al extra reclame. Ja, dat is wel. Ja, dat is 5 euro. Dank u wel. Ja, kijk, dat is in het kader van... ik ben al zo wat bezig met stand-up comedy. Dan kun je me een keer opzoeken. Ja, dat is goed. En okay. Met alles erop en eraan. Ja? YouTube-filmpjes en alles. Ja, ça va. Goeie zondag nog. Ja, salut. Hier boven is de bibliotheek. En hier beneden de ingang naar het archief. Werkplek. Nu optreden voor de jonge, fris uitziende vrouwen. En toen was ik archivaris, alle dagen omringd door oude dozen. Je kunt zelfs, als je inzoomt op de oude dozen, zie je zelfs een aantal oude dozen staan op de tafel. Hier hebben we een Finse piste voor de meer sportieve gasten. Pas op. 2 jaar geleden heb ik dat wel gedaan, hè. Bij de funrunners van Erpenmeren. Ik ben dan geëindigd aan 4 kilometer, aan 1 stuk door. En dan had ik natuurlijk een enkel blessure opgelopen. Zeer pijnlijk. Topsport is ongezond, hè. Ik heb dat altijd al gezegd. Antropologie, maar of dat daar een onmiddellijke link valt te leggen met comedy, dat betwijfel ik. Cultuur, ja. Dat is cultuur met een andere betekenis dan wellicht, want ja, het gaat over cultuur, hoe dat mensen samenleven en cultuur als vrije tijdsbeleving is natuurlijk nog iets anders. Ja, Raf heb ik gevraagd, Raf Koppers, om op te treden in Jeugdhuis Dido. Meestal is het zo. Als je een succesvolle avond wilt, genoeg volk, heb je toch een grote naam nodig als publiekstrekker. En ik heb het geluk gehad dat ik een aantal keren heb kunnen samenwerken met Raf Koppers. En dat we het op menselijk vlak wel goed met elkaar kunnen vinden. Waardoor dat hij mij enkele maanden terug toch voor een aantal optredens heeft gevraagd in de cultuurcentra. Waarvoor dat ik hem heel dankbaar ben natuurlijk, omdat dat voor mij toch wel... een opportuniteit is geweest. En dan voelt je lekker wat het is om in een cultuurcentrum onthaald te worden als artiest. En het volgende project van Raf Koppers zal zijn Koning Voetbal. Dat is altijd een van zijn passies geweest om grappen te maken omtrent sport.
Terwijl hij de laatste jaren vooral toch politieke actualiteit doet en BV's en dergelijke meer. En dat was een leuke samenwerking met Raf Koppes. Ik blik daar tevreden op terug. Ja, dat is het. Ik treed niet alleen zelf op. Ik vind het ook wel een keer een uitdaging om zelf een comedyavond te organiseren. Waarbij dat ik ook al een aantal keren heb samengewerkt met Veerle Malsgaard, die bekend is als actrice uit de politieserie Flikken. Veerle Malsgaard heeft een zeer expressieve stijl, terwijl dat ik eerder te kwalificeren ben als droog komisch. Maar dat is ideaal. Zo'n comedyavond met een line-up van 3, 4, 5 verschillende artiesten die elk hun eigen stijl hebben. Maar dan komt iedereen in het publiek ook aan zijn trekken. De artiesten zijn tevreden, het publiek is tevreden, iedereen is tevreden. En kut.